Een grote tak was afgebroken van een boom op de Bikkersweg in Bunschoten. De tak was op een hardloper terechtgekomen. Hij heeft een schaafwond opgelopen aan zijn been. Deze verwondingen waren niet ernstig. Enkele andere takken stonden op het punt van afbreken. De hardloper heeft daarom de brandweer gebeld en andere voorbijgangers op afstand gehouden. De brandweerlieden hadden meteen de omgeving afgezet met een lint en pionnen. Ze hebben hulp gevraagd aan de brandweer Amersfoort. Die kwamen met een ladderwagen. Meerdere takken zijn weggehaald door de brandweer. Ze zijn enige tijd bezig geweest. Fietsers moesten tijdelijk omrijden.